Yo guys, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik ben Stijn en ik ga vandaag lekker een solo potje spelen. Dus ik ben heel lang uit de running geweest van Fortnite. Ik heb het heel lang niet meer gespeeld. Ik ben de laatste paar weken ben ik weer een beetje meer gaan spelen. Dus ja, het is nog niet heel erg goed. Kijk, ik ben ook nog maar level 61. Dus als jullie tips hebben hoe ik het makkelijkst kan levelen om toch nog tier/level 100 te halen. Ja, zou ik dat graag in de comments willen horen en zien. En ja, gaan we gewoon lekker beginnen met het potje. Maar als jullie nou willen dat D en ik meer gaan streamen of gewoon weer video's gaan maken of weer een serie of zo, dan moeten jullie dat ook achterlaten. Blauw duimpjes stop als je dit kanaal met je vrienden deelt en even abonneert, dat zou fijn zijn. En dan komt er misschien een nieuwe serie aan als JD daar ook zin in heeft. Ik heb daar wel weer zin in. Dus ja, we gaan weer even lekker beginnen. En wat vind je nou van dat de hele map wit is? En ik heb ook nog wat niet geontdekte dingetjes. Maar dat, ja, dat zijn toch van die flap dingetjes. Daar heb je niet zoveel aan. Ik ga lekker in Salty. Daar zo. Even kijken of ik Salty kan overleven. Gaan we het maar proberen. Als jullie nou afvragen waarom ik alleen zit. Nou, JD, ja, die is er gewoon niet. Ja, die is er gewoon niet. Dus misschien komen er wel weer video's van ons samen aan. Als jullie daar ook weer zin in hebben. En als JD natuurlijk uiteraard zin in heeft. Ik pak altijd dit huisje. Want dan, ja, hierboven zit meestal wel een chest. 9 van de 10 keer. Die zit er nu ook. Kijk, dat is nice. Dan kan ik een beetje vanaf het achterste kan ik een beetje de mensen in de gaten houden. Oh ja, en iemand heeft mij dus ook al door. Dat is heel fijn. Dus niet. Wacht. Wat? Wacht. Hoe kan ik dood zijn? Dit is echt glitchy. Hoe kan ik nou weer dood zijn? Door deze guy ook nog wel. Nou, ik snap hier echt niks van. Huh. Nou jongens, geen... dit wordt de thumbnail. Hoppa, lekker. Wat... Nou, blijkt het filmpje toch geen clickbait te zijn. Wat? Ik snap dit echt niet. Misschien komt door een nieuwe update dat daar een gat zat of zo, dat ik in één keer dood ging. Hier snap ik echt niks van. Nou, ik ga nog een keer landen, kijken of er weer hetzelfde gebeurt. Nog een paar tiers. Ja, paar. Ja, ik moet er nog wel een stuk. Maar wat? Ik snap echt niet. Hoe kan dat nou weer gebeuren? Nou ja, jammer voor het potje. En als jullie nou zin hebben. Misschien komt er morgen of zo, als je deed ook kan, een livestream. Of misschien over een paar dagjes. Ja, ik weet niet zeker. Ik denk morgen niet, want het is natuurlijk kerst. Ja, een nieuw jaar komt er ook weer aan, dus het wordt een drukke periode. Misschien wat minder uploads daardoor. Nou, we uploaden sowieso niet veel, maar misschien nog minder. Zo, lekker scheef. Wel mooi hoofdje, lekker in zijn oog. Nee, ik doe het in jouw oog. Bam. Nou, lekker 262 eetje. Oké. Frenzy of...
Ik denk dat ik Frenzy ga. Zo. Sowieso. Nou, gaan we eventjes kijken of we hier wel kills kunnen pakken. Nou, dat was een beetje glitchy. Jongens, ik denk dat jullie misschien wel kennen, onze echte kijker, Tigo. Die zal gelijk zeggen, hacker. Nee, gewoon, ja. Nou, Tigo, volgens mij heb je wel gelijk. Als je kijkt, als je het zei, dan heb je denk ik wel gelijk, hoor. Nou, die ook maar meenemen. Niemand anders natuurlijk wat gunnen. Hé, ik zag voetstapjes. Oh nee, laat maar. Ik zag helemaal geen voetstapjes. Jongens, vinden jullie het vervelend dat ik de chest bijvoorbeeld, als er dan een chest staat, dat er dan bij mij boven in beeld komt van, nou, hier zo is een chest. Vinden jullie dat vervelend of hebben jullie het zelf ook? Laat dat ook even in de comments achter. Oeh, dat is wel een lekker wapentje. Ga ik als SMG gebruiken. Nog eventjes looten en dan ga ik ook even op die kogeltjes af. Kijk, meestal kan ik zien zo dat hier zo'n chest is. Nu weet ik dat zelf ook wel, maar... Oeh, techie shots. Zie je dan nou daar binnen of nee? Nou jongens, het ging niet zo heel goed. Dus ja, misschien komen er wel andere video's nog. Maar ik moet nog even een stukje inkomen. Merry Christmas en Happy New Year.